Hartelijk welkom allemaal. Wij gaan beginnen met het stukje van de Muziekacademie Den Haag. We beginnen de accordeon. Twee accordeon. Thank you.
Ik sta hier naast drie mensen die net hebben opgetreden. Kunt u zich misschien voorstellen? Ik ben Trinke. Wij zijn van de Muziekacademie Den Haag. Ik ben Troy Stoutjedijk en ik ben ook leerling van de Muziekacademie. En jij bent? Ik ben Marjamke Warkasi en ik ben ook leerling van de Muziekacademie. Thank you.
En hoe vond je het vandaag? Ik vond het super. Het was jammer dat het regende. Heel hard regende ook in het begin. Maar het werd steeds droger en er kwamen steeds meer mensen. En ze gingen steeds harder klappen. En het was erg leuk. En hoe vond jij het vandaag? Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Ik ben er vorig jaar ook al geweest. En dit jaar was het iets minder lekker weer. Maar nou, het bleef heel erg leuk. En jij? Ik vond het ook leuk. Het was mijn eerste keer om hier te zijn. Komt een idee ooit tot stand? Kan zo'n gedachte ontstaan? Waar komt dat helder ogenblik? Dat inzicht toch vandaan? Dat komt door ons zin voor zin. Gaan wij die woorden in? Die fluister. Kreeg jij ooit een idee? Vroeg jij je dat ooit eens af? Het was de stem van een van ons die jou het inzicht gaf. Een stem van iemand als wij. Om zicht waaraan je zei. Zo luisterde je noemde het je inspiratie, adem van de geest. Inspiratie, maar wij zijn het, we zijn het steeds geweest. Wat u gezien heeft? Nou, we kwamen net aan toen er pianomuziek werd gespeeld en dat was prachtig. En even daarvoor een meisje wat ook zong. Nou ja, je wordt er gewoon vrolijk van. En u? Nou, we hebben dat dus net gezien. De zangeres was goed en ook de pianist die deed het heel goed.
En we zijn dus benieuwd naar wat er nu gaat komen, hè? Je hebt net prachtig piano gespeeld. Wat wil je hiermee nog verder later doen? Nou, ik denk dat ik het wel gewoon als hobby wil houden, maar ik vind het wel heel erg leuk om op te treden, zeg maar. Dus ja, dat wordt het eigenlijk wel. En jij? Ik weet nog niet. Je moet daar nog even over nadenken. You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny, but not to the punchline wrong. I know you get me, so I let my walls come down, down. Before you met me, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life, now every February you'll be my Valentine, Valentine. Let's go on, do it tonight. No regrets, just love. We can dance until we die. You and I will be young forever, 'cause you make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. My heart stops when you look at me. Just one touch. Now baby, I believe this is real, so take a chance and don't ever look back. Don't ever look back. We drove to Cali and got drunk on got a motel in, but a fur out of sheets. I finally found you, honest and puzzle piece. I'm complete, let's go on. Don't wait tonight, no regrets. Just love, we can dance until we die. You and I will be on forever, 'cause you make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. My heart stops when you look at me. Just one touch. Now baby, I believe this is real, so take a chance and don't ever look back. Don't ever look back. I'ma get your heart. Nou, je hebt net opgetreden met een heel leuk meisje. Hoe lang doen jullie dit samen al? We kennen elkaar nu 2 jaar, maar we treden niet zo heel veel op samen. Het meisje waarmee ik heb opgetreden is Ara Baban en die zit bij mij op school. Die heeft geen muziekles, maar ja, ze vindt het alsnog wel heel erg leuk om op te treden. En hoe ben je bij de keuze van het nummer gekomen? Nou, voor de audities van de promotio, de rapportreiking, hadden we eerst een ander nummer gekozen. Maar dat was toch niet helemaal goed. Dus toen zijn we op dit nummer gekozen, maar dat heb ik niet uitgekozen. Thank you.
vandaag meegedaan hebben. Die doen mee met het Mozart-concours. Dat heet? Het heet het Amadeus-concours. En je kan het vinden op de site Mozart in Den Haag. En dat is heel leuk, want ze zijn door de eerste ronde heen. En ze gaan nu naar de halve finale. Dat is begin september, op een zondagmiddag. Dat is gratis. En daar spelen een heleboel die heel goed spelen. En deze twee ook. We zouden het heel erg leuk vinden als jullie komen kijken. Dus zeker doen.